De rommelmarkt van voetbalclub Juliana uit Malden heeft een recordbedrag opgeleverd. Dat vertelde organisator Dirk van Lin tijdens het radioprogramma On Demand. Een exact bedrag kon hij nog niet noemen. De opbrengst wordt gebruikt om de jeugdteams te voorzien van trainers. Op dit moment heeft de club moeite om trainers te vinden voor de jeugd. En met het geld moeten ook voetbalclinics georganiseerd worden en materialen aangeschaft. De jaarlijkse rommelmarkt is weer druk bezocht. Van Lin noemde het een vergelijkbaar aantal als in 2018, wat betekent dat er rond de 1500 mensen op zoek waren naar koopjes.